Ik ga heel eventjes dat ding eraf halen. Ja, doe dat even. Klopt het dat hij op de grond gericht was? Ja. Oh, oké. Okay. Hij is rood. Blauw. Hallo, hallo. Ja? Oh, ja, is dit wel nodig? Nou goed. Mochten we botsen in de wasstraat? Het is niet zo heel erg druk vandaag. Nee. Het is lekker weer, dus mensen gaan wat anders doen dan ja, die gaan buiten een auto wassen natuurlijk. Ja. Op straat. Mijn auto heeft hiccups. Dat is... Oh. Daar hou ik helemaal niet van. Niet nu? Ja. Hoi, de basis was alsjeblieft. Basis. Ja. Ja. Ik kom van alle kanten door, allemaal dingen. Ja. Ze hebben allemaal oortjes in, zodat ze met elkaar kunnen praten. Hoi. Kon ik ermee? Nee hoor, dank je. Zo. Dit doen ze nooit bij ons, of wel? Jawel. Ja. Maar heel snel meestal. Ja, hij doet het wat grondiger. Dat is zeker net begonnen. Ja, als ze iets meer tijd hebben, doen ze het iets grondiger. Zo. Nou jongens... We zitten in de wasstraat. Ja. Nou ja, feedback. Ja, nou, we hebben geen feedback. We hebben een discussie gehad, joh. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, dus we hebben... Even kijken hoor. Nog geen 3 dagen na het opnemen van Wasstraat 28... hebben we bij Design Thinkers Group op de Keizersgracht, toch? Herengracht. Oh ja, dat was het grote probleem toch? Waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ja. Nou, er waren een paar mensen die aan de Keizersgracht waren gegaan. En dat is totaal mist. Afijn, voor hoeveel man? 8 of zo? Zoiets. Ja, inderdaad. Nou, 10 man, zoiets was het. En dat was heel erg leuk. Hebben we dus de wasstraat gekeken. Ja, en het was verrassend met leuk. Met dank aan Marieke, overigens. Ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. Nee, het was echt heel erg tof, inderdaad. Ik vond vooral ook de discussie en de vragen die we daarna kregen. Het was eigenlijk niet zoveel wijze mannen op de heuvelachtige of op de bergachtige sessie. Maar ook echt een open discussie van. Wel een gesprek met z'n tienen daarna. Ja. Ja, nou, wat ik vooral heel erg leuk vond, was om. Ik vond het verschrikkelijk om naar mezelf te kijken. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik ben in een hoekje gaan zitten. Ja. En ik heb gekeken hoe de mensen keken tijdens het kijken. Dat was leuk om te zien. Ja. Maar ja. Dan zie je ook mensen grinniken op bepaalde momenten. Ik zat ook een beetje achteraf en dat vond ik inderdaad ook wel heel erg leuk. Maar het viel uiteindelijk mee, zei je toch? Ja, ik vond meevallen. Ja. Maar daarna hebben we nog wat reacties gekregen uit Groningen. Want het bleek dat daar zeker 4 mensen zitten die dat misschien ook wel in Groningen willen laten gebeuren. Ja. Dus jongens, als jullie dat willen, regel het. En wellicht komen we dan. Ja, ja. Nou. Nee? Misschien als we in de buurt zijn, ik weet het niet. Nou ja, oké, als het georganiseerd is. Jij gaat naar Düsseldorf, dan kunnen we best wel even een ritje naar Groningen maken. Ik vind het goed. Ja, het is goed. Maar dan moet je wel genoeg mensen hebben. Of heel veel gezelligheid, dat mag ook. Nee, ik vind het prima. Maar... Hey, ja, voor de rest niet zo heel erg veel op de inhoud, hè?
Ja, maar dat was ook wel genoeg. Ja, inderdaad. Ja. Oh, dit licht valt wel heel erg mooi. Ah, ik vond het echt super leuk. Ik vond echt we gaan dit zeker niet elke keer doen. Nee, nee. Maar af en toe is het echt wel leuk om te doen. Ja. Ja. Maar net zoals dat alle, dat meer gezellige dingen gezellig zijn. Oh ja? Ja. Nee, maar ik vond het echt zo. Leuke dingen zijn leuk. Ja, precies, ja. Nou, als er geen slogan uitkomt. Nee, voor de rest? Ja, het is ook al best lang geleden, eerlijk gezegd. Dus ik weet de feedback niet meer zo goed. Nee, ik kan het waarschijnlijk... Kan ik het opzoeken? Ik weet nou niet of ik de Basstraat hier als zoekdingetje heb in mijn Twitter-feed. Het is ook al een maand geleden. Zo ver zoekt Twitter niet terug. Is dat zo? Ja. Oh. Dat is jammer. Ja, nee, dan ga ik het waarschijnlijk ook niet vinden, inderdaad. Misschien zo. Zijn wel een heleboel... Nee, inderdaad. Wat jammer, zeg. Ja. Het is heel crappy, Twitter. Dat vind ik eigenlijk juist een van de leukste services van Twitter. Dat je eventjes kan terugkijken wat je allemaal hebt gezegd in het verleden. Ja, dat zou inderdaad een goede service zijn, maar die leveren ze niet. Nee. Nou ja, je kan tegenwoordig wel je... hoe heet dat? Je kan je hele archief van al je tweets tegenwoordig downloaden. Als een zipbestand. En dan kan je wel weer goed in zoeken. Oh, echt waar? Ja, dat werkt prima. Oké. Dat is een mooi, goed vormgegeven. Dus het is niet gewoon, hier heb je allemaal tekstbestanden. Veel plezier ermee. Ja. Nee, het is goed vormgegeven. En dat werkt echt lekker. Is het HTML of zo? Wat ja, het is HTML. Voor... Open je in je browser en er zit een zoekveldje in. En dan kan je gewoon... Het werkt echt supergoed. Oké. Okay. Is echt ook wel leuk hoor. Ik wist niet eens dat ze dat zo mooi hadden gemaakt. Ik dacht een of andere... een of andere key value store naar je mic geworpen. Dat je gewoon een lekker fijn leesbaar JSON bestand. Ja, precies. Ja. Ja, inderdaad. Nee, Twitter die hebben best goede designers. Oké. Okay. Hele goede zelfs. Ik heb twee van hun designers zien spreken de afgelopen maand. Het Mobilism Congres was en daar sprak Kenneth Balls sprak daar. Kenneth, ja, dat is heel raar geschreven. Met TH of zo? Of? Nee, het is C-E-N-N-Y-D-D. Okay. Welsh, volgens mij. Interessant. Camera. Maar die sprak over context. Wat is context nu eigenlijk op het web? En de conclusie was... dat... Beetje een gokje. Of je nog hetzelfde staat. Ja. Oh. Hallo, hallo. Dus de conclusie over context was eigenlijk dat context is niet zozeer...